Wilma, je doet mee aan Heel Hulsers bakt. Met wat voor taart? Met een monsjoetaart. Ja, ik ben niet zo'n heel ster in bakken, maar ik vind het zo'n leuk initiatief. Dus ik denk, ik doe gewoon mee. Ja. Ik ga niet voor de winst, maar ja, gewoon om mee te doen. Smaak telt ook mee, hè? Dus is die een beetje lekker? Ja, hij is heel erg lekker. Ja, de bodem is met roomboter gemaakt, dus nou, ik hoop dat hij een beetje smaakt straks bij de koffie. Wijnand, waarom is Heel Hulsers bakt zo'n succes ieder jaar? Ja, dat weet ik niet. Hulsasters zijn baklustig, dus ik neem aan dat er veel taarten komen. Janneke, als jurylid, wat is dan echt belangrijk bij de taarten? Nou, wat Wijnand al zegt, het is belangrijk hoe de taart eruit ziet. Maar zeker zo belangrijk hoe de taart smaakt. Shari, kun je uitleggen op wat voor wagen jij zit? Nou, we zitten op de viskar. We hebben mooie visnetten opgehangen en visjes versierd. En zelf zijn we viswijven en viskills. En hebben we mooie vissenzoetjes op. Maurits, jullie doen ook mee aan de optocht met wat voor kar? Met een kar over de boeren. En waarom over de boeren? Nou, omdat de boeren gezeik met de politiek hebben. Dus jullie maken eigenlijk een statement, een soort protest? Ja, een beetje opscheppen. Zijn jullie er lang mee bezig geweest? Nou, een weekje ongeveer. Oké. Ja. Maar het resultaat volgens mij is hartstikke mooi. Ja, het is best leuk. We delen ook koetjes uit. Met een dingetje erop. Dus dat. Wat is jullie thema? Ons thema is Flower Power. Flower Power, dus echt golden oldies. Ja, klopt. Ja, ja. En hoe hebben jullie dat geprobeerd neer te zetten? Het kwam zo ineens in ons op dat we dat een leuk thema vinden en dat het eigenlijk niet meer zo gebruikt wordt. Lisa, een hot tub midden op een kar, hoe verzin je het? Wat is het thema? Wij hebben het thema van het liedje van Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon gedaan. Okay. En zit er ook echt Bacardi Lemon daarin? Dat niet, wel warm water. Ik wou zeggen, want het is nog best wel frisjes, ja, of niet? Ja, de kachel staat aan, dus hij blijft heet. Wat moeten jullie voorstellen? Ja, wij gaan gewoon op de skielers mee rondje skielen rennen. Wij zijn laatste party, want we hebben een feest in onze bol. Ja, zeker. Dus jullie gaan de hele optocht op de skielers? Ja. Hebben jullie een beetje getraind? Nou, wij trainen elke week al 3 keer, dus dat komt wel goed.